De Geert Kuiper. Zo hoor je een 500 meter te rijden. Prima. En dan de laatste Nederlander, want bij de mannen hebben we er drie. Een debutant. Bouke Jonkman uit het Friese Sint-Nicolaasga. Tegen Hans-Peter Oberhuber. De West-Duitser die natuurlijk gecoacht wordt door onze landgenoot Ab Krook. Jonkman heeft de snelste seizoentijd wat de Nederlandse sprinters betreft gerealiseerd in Heerenveen met 38-1. Maar mag je van zo'n debutant verwachten dat hij goed meekomt op zo'n toernooi waar hij voor het eerst alle groten tegenkomt? Oberhuber behoorlijk op voorsprong gekomen. West-Duitsers doen het trouwens toch niet zo slecht. En Jonkman gaat toch lekker mee. Hij moet maar zorgen dat hij zo bij de eerste 20 rijdt. Dan is het in orde eigenlijk wat hem betreft. Dat mag als je begint. En dat doet hij netjes hoor. 39, 46 de winnende tijd voor Oberhuber. En 3/10 daarachter Bouke Jonkman.